It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell, and I never thought I... Ga daar maar mee spelen. Ga daar maar mee spelen. Hé, ja nou? Iedere keer jouw lucht opvallen. Mag er niet, hè? Nee. Die is hem aan en dan gaat er ook een lampje aan. En je hoort hem gelijk blazen, een koude lucht, lekker. Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer. Het is inmiddels alweer zaterdag 5 juni en we leven alweer om, nou ja, net even na 2. Horloge heeft het 2:05. Ik ben alweer druk aan het werk geweest boven in de douche met de was, etc. Ja, dat moet ook gedaan worden. Het moet ook weer drogen. Nou, het was te weinig om in de droogtrommel te doen. Ik had ook al dingen op een kanaapje wat niet in de droogtrommel mag. Nou, en toen hield ik nog weinig over wat wel in de droogtrommel mag. Ik dacht, ja, dat vind ik zonde, weet je. Ik hang dat ook wel op het hekje. Ik ga toch eens een keertje kijken naar een droogrek. Ja, want dat heb ik niet. Die kleine dingetjes waar ik niet die droge voor hoef te gebruiken. Ja, dan kan, ja, dus ik heb een heleboel ook. Zo, deze jurk mag niet in de droger. Die moet zo drogen. Dus die hang ik op een knaapje. Hang ik dan aan waar je douchegordijn aan hebt hangen. En die buis. Nou, niks aan de hand. Dus ja, dat is wel ideaal. En dan hang ik daar dus het een en het ander op te drogen. Ja, en daar hou je soms heel bitter weinig over om daar die drogen voor aan te doen. Oké, de keuken was zoals handdoeken, theedoeken, wasrandjes, noem maar op. Al dat, dat gaat er wel in. En lakens, beddengoed, dat gaat er allemaal in. Hè, maar ja, soms een hek ook wel eens. Ik heb er één rode onderhoeslaken. Nou, daar kan deze jurk bij in, want die geeft af. Ik heb nog die rode jurk, maar die kool die geeft ook af, want ja, ik had er een keer een witte BH onder. Ja, die blijft daarna rood, dat wil er niet meer uit. Nee, dat vind ik een beetje zonde. Nou ja, oké. Gedaan de zaak in een enige keer, weet je. Dus ja, dat is helaas jammer. Maar ja, ik was er verder zo met iets wat anders rood is, of ik was hem alleen en ik ben blij dat ik zo'n wasmachine heb. Die is heel zuinig en je kunt er ook dingetjes in doen wat afgeeft, apart wassen en dan is die ook zuinig. Dat is een kwestie van 30 minuten of zoiets. Nou, dan is die klaar. Nou ja, wie doet je wat? Je staat er, anders jij het kapot te wassen met je handen en dan worden je handen kapot, gaan je handen kapot. Ook zonde. En maar ik vergeef je helemaal. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Kijk, ik ben zo aan het praten, dan vergeet je dat weer. Maar jullie zijn wel welkom hoor, zeker te weten. Altijd de deur staat voor jullie gewoon open. Jullie kunnen binnenkomen, een bakje koffie krijgen. Ik heb bijna nooit geen koek in huis. Nee, want dan word je met ook dingen, dat zijn dikmakers, ja. Maar ja, maandag dan had mijn mannetje jarig kunnen zijn. En ja. Als je komen wilt, je bent welkom. Ja, we vieren dan het leven. Ja? Dus, Rijka, laat dat. Rijka. Rijka. Kom daar eens weg. Laat Elming met rust. Wil ik niet hebben steeds. Deugt niet, ga eens op het bankje. Goed zo, je hebt je doos daar. Ga daar maar mee spelen. Ga daar maar mee spelen. Ga daar maar mee spelen. Hé, ja nou? Iedere keer jouw lucht opvallen. Mag er niet, hè? Nee. Zeg maar nee. Maar oké, ook zover ik weet, zou Karin en Roderick weer komen met een bliksembezoek. Ik weet het niet. Dus ik ga zo de meisjes eerst even uitlaten. En ja, het scheelt ook weer een jas. Je moet weer een dikke jas aan, want mijn dunne jas, dat is mij te koud, want dit is... bij de poort nog maar 18 graden en ik keek net op mijn telefoon, was het 14 graden en het voelde aan als 12. Ja, dat is mij echt te koud om mijn zomerjas aan te doen. Ik denk, ik doe mijn dikke jas wel aan hoor. Nou, het staat klaar achter me, de rollator, die zien jullie wel.
Hé, ja. Dus ik ga ze lekker uitlaten en ik zou zeggen, een hele fijne dag verder gewenst. En veel plezier bij alle vlogs te kijken voor welk kanaal dan ook. Ja, heb veel plezier op YouTube, zou ik zeggen. Als je toch thuis blijft en voor die computer hangt of op je mobiel zit te kijken, dan veel plezier met YouTube te kijken, ja. En kom je mij tegen, nou, abonneer je dan even en zet een duimpje omhoog. Dat, wat is je meisje? Oh ja, tuurlijk. Maar in ieder geval de duimpje omhoog en een leuke reactie. Zet je duimpje naar beneden. Dan doe je ook een reactie eronder. Dat mag ook wel leuk wezen hoor. Graag zelf, want je hoeft niet te brutaal te wezen. Maar zet dat dan eventjes eronder. Waarom je hem zo neerzet. Daar kunnen wij alleen nog maar van leren. Ja, doe je het niet? Ja, dat is jouw probleem. Dan wil jij niet bekend worden dat je hem zo neergezet hebt. Ja, maar dat is ons probleem niet en wij trekken er dan niks van aan. Nee, wij gaan gewoon door. Ja. En vindt het je weer niet en je zet hem weer zo. Nou, denk dan even na. Gewoon nadenken van, ja, die mevrouw of die Corina, die heeft gelijk. Ja, ik zal er een reactie eronder gaan zetten als ik jullie was. En dan op een leuke, lieve manier. Van, nou, kijk, dat en dat. Ik zou misschien anders kunnen of het vindt me niet of wat dan ook. Ja, kunnen wij alleen maar van leren. Maar oké, ik zou zeggen, toi 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 en doe je best en geniet van alles met wat jullie doen. En ik zeg, tot later en dit krijg je van ons. Doei! Zo lieve vrienden, Karen en Roderick zijn geweest en ik heb een heel mooi cadeau gekregen. Ja, hetzelfde wat ik voor mezelf al had gekocht voor beneden in de woonkamer. Heb ik nou eentje in het klein voor de slaapkamer. Ja, ik ben er blij mee. Ik ben er helemaal blij mee. Ja. Mini en Maxi. Ik zal hem even pakken. Oh. Een luchtkoeler. En ja, ik heb nou geen stekker erin, want er moet een stekker eraan van een adapter. Ja. En dan heb ik dat wel, maar dus heb ik de lamp aan. Mijn telefoon. Heb ik eraan. Oh. Dus ja, moet dat. Nee, dat wil niet eens van mijn telefoon. Van deze. Van de nieuwe. Nee. Wel, die. Ik moet dus even op zoek naar een stekker. Ik heb wel, maar waar weet ik. Zo, die zit erin. Zo. Ja. Hij wordt vochtig van achteren. Maar ja, er zit ook water in, net zoals in de grote, zit er daar water in. Moet je hier ook bovenop klepje openmaken, het gaat een beetje moeilijk, dus moet je met twee handen doen. Eentje vasthouden, eentje openen. Hier heb je een lading knopjes, die is om aan en dan gaat er ook een lampje aan. En je hoort gelijk blazen en koude lucht, lekker, groen. Donker, en dan wordt hij weer een ander kleurtje. En dan kun je hem ook nog sneller doen. De bovenop. En dat op zijn snelst. En zo gaat hij weer uit. En laat hem daar even. Nou, dan krijg je allerlei kleurtjes. Dat is nevel. Maar dat voel je niet. Dat is gewoon dat de lucht vochtiger wordt als het een droge lucht is. We hebben het eigenlijk niet nodig. En dan gaat hij weer uit. Dus die is voor de slaapkamer bedoeld. Maar ik moet er even een stekker bij zoeken. Daar heb ik nou geen zin in. Ik heb van Karen een zakje Hubroprefen of zoiets gehad. Vanwege mijn hoofdpijn en mijn andere pijn die ik heb. En je wilt niet weten. Ik ben een broer er misselijk van. En het wil me niet over. Nee. Maar ja, ik kan er wat niks aan doen. Gedaan, dan zal ik er niet meer geen keer.
Zij had gehoopt dat het moest gaan zakken. Nou ja, het is eventjes gezakt. Hoe heet die troep? Ibuprofen. Nou, dat slikt zij dus. Maar ook heb ik dus wel last van mijn maag gekregen. En daar baal ik ook van. Maar mijn relatie staat klaar. En nee, niet met mijn hele dikke jas aan die ik van de winter aan had. Want het was me toch aan het begin van de middag te warm. Ik hou wel deze vest eronder. En dan gaat de lange jas eroverheen. Die is me dun. Wel gaat mijn sjaaltje even nog om. En dan ga ik met de meisjes lopen. En dan ga ik gelijk ook even een Turkse pizza halen. Daar ben ik wel aan toe. Ja, ik heb geen zin om eten te koken. Ik heb knallende hoofdpijn aan deze kant. Schele hoofdpijn. En aan die kant doet mijn rug weer zien. Nou, dan weet je het wel. Ja. En ik ben met mijn spelletje bezig. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Maar dat komt straks wel. En ja, we gaan er gewoon weer tegenaan met die banaan. Ja, toch? Ik zou zeggen ja. Ik ga lekker eerst met mijn meisjes even lopen. En ik ga Turkse pizza halen bij zo'n Turkse bakker. Ja, wat noem je dat? Die kinderen eten. Tenminste, eten halen momenteel. Doe ik gewoon. Oh ja, dat zou vandaag weer, hè? Je mag dan weer daar zitten. Ja, nou dan mag het. Mag dat weer. Ja, helemaal top. En moet je Elwin als je leggen. Met een kopje bij tussen de wielen door. Nou, Rijka. Heen. Maar ja, mijn maag, ik ga eerst de maagtablet innemen. Dit is niet leuk meer. Nee, ik moet het ook niet meer. Ik heb een aantal zakjes meegenomen, maar ik krijg toch last van mijn maag. En zij niet, neemt de ene patiënt die de andere patiënt niet, weet je. Zij mag dat alleen nog maar, omdat ze dus geopereerd is aan een maagverkleining. Maar ik krijg juist last van mijn maag. En dat mag niet. En ik heb vanochtend wel mijn medicijnen ervoor ingenomen. Maar ja. Nou, het komt ook door die smaak. Sinaasappelsmaak, denk ik. Ik denk dat het daardoor komt. Maar in ieder geval, het helpt niet. En ik wil ook geen last van mijn maag ervan krijgen. Nee. Maar ja, ik moet toch nog eens een keer met de huisarts rondom de tafel ook zeggen dat deze medicijnen mij gewoon niet meer helpen. Die ik zelf nou slik. Ja, niet de maagtabletten, maar naproxen slik ik. Ja, en dan heb ik nog steeds een restje van de tramadol. Vanwege mijn gekneusde spieren, et cetera. En dan heb ik nog rantandine. Dat is ook in mijn maag. En die, daar neem ik er even eentje van. Zo, dan heb ik boven mijn andere maagtabletten. Dat zit er in een potje, maar deze heb ik als extra erbij. Toe, nou, in mijn laadje. Dan moet die erbij. Dan kan die erbij. Dan kan die erbij. En dan kan die dicht. Zo. En dat is gewoon een rond tabletje en de andere dat zijn langwerpige capsules en dat moet ik ook gewoon met water innemen. Dus, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Ga ik ook doen, ondanks alle pijn en de beroerdheid. Gewoon genieten. Ja, en ik geniet sowieso al van mijn hondjes. En ik heb net genoten met Karen en Roderick. Ja, ik had Karen wou niks te drinken hebben. Terwijl er hier speciaal voor haar, wat ze al mee heeft genomen, vanille thee staat. En Roderick, nou ja, die heeft een sapje gehad. Nou, ook goed, ja. Maar ja, oké, ze is nog bij iemand anders op visite. En die moet ze ook helpen. Ze helpt mij, ze helpt die. Dus ja, allemaal alfa hulp is ze. Moet kunnen. Hé? Joehoe. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei! It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell, and I never thought I'd